recentelijk is het meer bekend geworden dat zelfs type 1 diabetespatiënten nog beta-cellen hebben. Die zijn niet actief. Alleen, de vraag is waarom. Dat weten we eigenlijk niet. Maar het betekent dus eigenlijk dat er nog een soort van voorraadje beta-cellen is. Die als we die zouden kunnen activeren, dan zou je weer kunnen genezen van type 1 diabetes. Maar het probleem is natuurlijk dat die patiënten nog steeds dat probleem hebben met een immuunafweer. Mijn onderzoek gaat over het immuunbeschermen van eilandjes van Langerhans, van donoreilandjes van Langerhans. En dat doen we eigenlijk door middel van de eilandjes te verpakken in een speciaal materiaal. En daarmee zorgen we eigenlijk dat ze beschermd worden tegen het afweersysteem van de patiënt. Op dit moment kunnen alleen eigenlijk de hele ernstige gevallen van type 1 behandeld worden met een eilandjestransplantatie, omdat daar nog behoorlijk wat risico's aan zitten. En je moet je leven lang dan ook immuunonderdrukkende middelen gebruiken. Die zijn altijd, die hebben altijd hele nare bijwerkingen. Het voordeel van het immuunbeschermen van de eilandjes is dat je eigenlijk, zou je bij wijze van spreken die middelen niet meer hoeven te gebruiken. En dan zou dus de therapie voor meer mensen geschikt worden. Van JDRF vindt is dat zij ook actief naar de patiënt toe gaan. Dus ook actief contact met de patiënt, zoals op dit soort gelegenheden. En ze geven ook de kans om de patiënt de vragen aan ons te stellen. En eigenlijk is het in de wetenschap niet zo veel heel gebruikelijk dat je direct patiëntcontact hebt. Meestal gaan we naar congressen en praten we over met elkaar. Maar we krijgen nooit eigenlijk veel contact met patiënten die echt hele praktische vragen hebben voor ons. En dat vind ik heel erg leuk. Type 1 is een hele complexe ziekte. Ik denk dat de enige mogelijkheid om een wereld zonder type 1 te creëren is een multidisciplinaire aanpak. Mensen vanuit een verschillende achtergrond, verschillende wetenschapsgebieden moeten gaan samenwerken om gezamenlijk een oplossing voor dit toch wel complexe probleem te vinden.